us down. We wonen hier al een aantal jaren in deze wijk. Animals lie. So wel leuk om echt in het centrum van Arnhem te blijven wonen. We'll have to find our own way. Dat je dan ook gewoon een stukje stad zo met elkaar opknapt en zijn eigen wijk verbetert, dat sprak ons eigenlijk ook wel heel aan. Let's start walking. Nee, we hebben een heel leuk huis hier, een hele mooie bovenwoning. Veel ruimte, dus wat dat betreft hoeven we niet weg. Maar ja, we kwamen naar dit huis. En de tuin is wel fijn. Is the only way. We krijgen straks met elkaar gewoon een hele mooie binnentuin. En daar zijn we met elkaar heel erg over nadenken wat we allemaal mee gaan doen. Er zijn al een hele hoop ideeën. Wat we hier voor zeker weten is dat we daar onze bergingen gaan maken. Ze houden van een paar kippen, een mooie vuurplaats. In ieder geval gewoon spelen, speelplek voor de kinderen. Een goed bankje waar je lekker kan zitten gewoon tot 's avonds later. Follow me through the world. Een werkruimte, dus er komt ook plek voor een kantoor. En we gaan beneden echt een leefkeuken maken met echt gebruik van de tuin, waar we eigenlijk net niet in staan. Het is echt net hierachter. We hebben natuurlijk twee jonge jongens, en die moeten wel lekker kunnen rennen. Dus dat zal wel de grootste gebruikruimte zijn van de eet-leefkeuken met de tuin. Dat is het wens wat wij heel lang hebben. Dus dat je wel in de stad blijft wonen. Maar toch eigenlijk gewoon iets kunt doen. Ook gewoon voor het budget wat we hebben. Wat je gewoon echt helemaal naar je eigen hand kunt zetten. En wij denken dat we het hier wel gevonden hebben. Februari volgend jaar, 2013. Ik hou het al op maart, maar februari is nog beter. Maar dat zal heel erg van onszelf afhangen. Hoe hard wij klussen.